Hallo kijkers van Voltrebs93 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Weterupieken. Vandaag gaan we bezig met onze XP farms, maar eerst ga ik even kijken, want het gebeurt heel zelden, maar hij gaat soms aan op Skunkus de Meester en dat vind ik meestal niet zo fijn. Ik zal even gaan uitleggen wat we vandaag gaan doen. Ik heb al uitgelegd dat ik met de XP farm bezig ga, maar hoe dan verder? Dat zal ik jullie even uit gaan leggen. Ik heb namelijk een tutorial opgezocht. Niet voor de cave spider, maar voor de normale spider. Omdat ik vind dat we deze als eerste in gebruik moeten stellen. En ja, dat wordt nogal veel werk om zo'n ding in gebruik te stellen. Ik dacht zo van, ja, minuutje, hè? Nee. Dat wordt echt geen minuutje waar we bezig zijn. Wat we namelijk gaan doen, is eerst even fakkels pakken. Hey, jullie zullen mij waarschijnlijk vandaag heel veel heen en weer zien lopen. Dus, ja. Ik zou zeggen van, laten we beginnen met de XP farm te maken. En als eerste wat ik nodig heb zijn natuurlijk fakkeltjes. Want ik moet eerst die andere XP farm... Ik moet eerst die XP farm deactivaten. En dan doe ik hem niet kapot, maar dat kan ook. Maar dan heb je er niks meer aan. Om een XP farm eerst mooi te maken, ik ga hier echt geen tutorial van maken, jongens. Moet ik eerst even die ding uitschakelen. En dan hebben we natuurlijk spiders. Want het XP farmtje werkt nu ook. Nog steeds. Oké, mooi. Daar zit die. Hey jongen. Jullie gaan mij straks echt zoveel XP opleveren. Net zoals die cave spiders. Die gaan mij ook genoeg XP opleveren. Oké, wat we als eerste moeten doen is... We moeten zorgen dat dit een... volgens mij een 9-3-ding moet zijn. En dan 20 naar beneden, volgens mij. Maar dan moeten we eerst... Ja, nee, dat wordt niks. Want voor... Nee, dus... Even kijken. Dit zijn er 3. En we moeten 5... Volgens mij doe ik het helemaal fout, maar ik heb de tutorial gekeken en volgens mij ging het zo. Je moest zo hebben. En dan moest je 20 naar beneden per keer. Ja, maar dat wordt niks. Want als ik 20 naar beneden ga doen... Dan kom ik straks hier niet meer naar buiten. Maar in ieder geval, we moeten 20 naar beneden gaan hakken. Veel ga ik daar maar niet over te veel over mokkeren. Hoeveel is dit trouwens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volgens mij moet het ook zo. Want volgens mij heeft dat ding 9 bij nog wat nodig. Hoeveel is dit? 1, 2, 3, 4, 5. Nou, we gaan het zomaar even doen. Want volgens mij moest het zo. 9 bij 9. 1, 2, 3, 4, 5. Dat klopt niet. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan moet je dus twee keer die kant op. Oké. Dan moet je dus twee keer die kant op. Nou, het gaat dus een hele klus worden voor mij om dit tutorial terug in mijn hoofd te bedenken, hoe het ook alweer ging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ja, 8, 9. Ik kan echt niet meer tellen vandaag. Ik weet niet wat ik heb, maar ik kan niet tellen. En hoppakee. Geweldig. En nee, dat is niet geweldig. Heel mooi. Mooi. Dan hebben we het zo. Dan horen we het heel vervelende cave muziekje. Of geluidje.
Hey jongens, als jullie dit als tutorial nemen, zou ik het niet als tutorial gaan gebruiken, jongens. Want het is echt zo van, hoe deed ik dit ook alweer, hoe doe je dat ook alweer. Dus ik zal meer vragen aan mezelf gaan stellen, dan dat ik jullie iets zal uitleggen. In ieder geval 5 hoog. 1, 2, 3, 4, 5. Volgens mij moest die zo. En ik weet niet meer van wie ik het ontwerp had. Maar ja, daar kan ik niks helaas aan doen. Ik ben niet zo goed in namen onthouden. Van tutorials. Ik weet wel dat het gastje echt een super goede XP farm had. En ik hem zelf graag ook wil hebben. Zo. Dat betekent dat we nog wel even aan het hakken zijn. En dat ik zometeen terug zal moeten gaan voor een pickaxe. Laten we eerst even zo doen. Laten we het eerst even bij de grond gelijk maken. Dat die spanner gaat zweven. Oké. Oké, die spanner zit nu te zweven. Ja, en nu komt voor mij het werk gewoon zo van, hak dit weg. Wacht even, is dit wel 9? Voordat ik allemaal verkeerde dingen doe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ja, het zou wel. Ik denk dat het... Ja, dit is wel 9. Mijn pickaxe zal zo kapot gaan. Dus ik moet zometeen weer terug voor een nieuwe pickaxe. Of nieuwe pickaxes. Want ik heb er meer nodig dan 1. Zo. Want we moeten nog heel veel weg gaan halen. Ik denk zo'n... Even kijken. 9 keer 9 is 81... 1600 bloks, denk ik. Want hij moet 20 diep worden. Zometeen. Moet hij 20 naar beneden. En dat is best wel wat. Welke hoogte sta ik trouwens nu? Dan komt hij dus op 25. Dat is het kamertje waar ik alles weg kan halen. Oké. Maar dat wordt dus nog een hele klus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, die moet ook nog weg. Oh god, nee hè. Oh god. Waarom schrik ik me helemaal dood? Omdat er spins spanden. Ik weet niet of jullie dat zagen dat ik me helemaal dood schrok, maar ik schrok me helemaal dood. Je kan het misschien aan de muis hebben gezien. Nou, dan wordt het weghakken met de hand. Ik had dit van tevoren moeten bedenken. Huh. Nou, jongens, het gaat dus wel een aantal afleveringen kosten. Om deze XP farm te maken. Plus, we moeten er 4 maken. Ja, niet allemaal hetzelfde. Die andere gaan nog ingewikkelder worden. Want die met cave spiders ga ik doen met redstone. Ga ik proberen met redstone. En dat gaat wat worden. Ik denk dat ik zelfs dan het tutorialtje erbij zou moeten pakken. Om te kijken hoe dat redstone circuit gaat. Nou, we gaan een paar pickaxes maken. Maar een paar, niet te veel. En hoeveel hebben we? Ja. Een pickaxe zou ik nog kunnen maken met 3. Een bijl heeft er ook 3 nodig. Er zijn er 6. Nee, ik kom precies 1 diamond te weinig. Nou, als we toevallig 1 diamond vinden, dan ga ik die natuurlijk meenemen. Oké, we hebben dit en we hebben dat. En dan nemen we een paar pickaxes. Zo, zo. En we hebben ze echt wel nodig. En waarschijnlijk zullen we ook heel wat ores vinden ondertussen. Maar ja, dat is alleen maar mooi meegenomen. Cobblestone hier. Gravel daar. Sandstone hier. Weer cobblestone daar.
En die springs, wat moet ik daarmee? Ja, hier gewoon. Fijn, mooi. Dan gaan we dat steen weer hier leggen, want dit is heel speciaal steen. En we gaan naar beneden. Terug door de gang der Des XP. Volgens mij heet het de gang Des XP. Ik heb zelf een naam gegeven, dus ik zou het eigenlijk maar van moeten weten. Ik kan het me alleen maar niet herinneren. Gang der XP of gang Des XP? Oké, mooi. Dan gaan we gewoon verder werken. Want we moeten nog heel wat hakken. Heel wat hakken. En ja, dat zal dus wel even gaan duren. Een paar afleveringen. Dat ga ik niet allemaal vandaag doen. Anders hebben jullie straks een aflevering van een uur. En het is nog niet aflevering 200. Dus ik ga nog geen aflevering van een uur maken. Voor de mensen die graag trouwens nog de map willen hebben. De link staat onder aflevering 150. Daar kan je mijn map downloaden. En ja, dat lijkt me gewoon... Ik weet niet of het echt geweldig is, maar... Als het je leuk lijkt om op deze map te gaan spelen... Ja, zou ik vooral die map gaan downloaden. Ook al heb je dan niet wat ik nu aan het doen ben. Maar heb je dat wat ik ja, tot aflevering 50 heb 150 heb gedaan. Maar ik ga ondertussen even verder werken. Als jullie dat willen doen... Kunnen jullie dat nu even gerust doen, want ik ga nu even een paar stenen weghakken. En dit was helemaal verkeerd. Oké. Nou, we hebben nu dit gedaan. En jullie zullen nu denken van... Mooie grote kamer, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mooi, hè? Klopt helemaal. En nu 20 naar beneden. Ja. En dat gaat dus een hele poos duren. Maar ik ga het gewoon zo doen. Nee, dit is helemaal niet goed. 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Volgens mij is dit 20. Ik zou niet zeker weten. We moeten trouwens weer naar boven. Oh, iron, mooi. We moeten dat toch allemaal weg gaan hakken. Oké, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Oké. 11, 12, 13, 14, 15. En de laatste vouw, de 5, zou er 5 moeten zijn. 1, 2, 3, 4, 5. En klopt helemaal. Mooi. Dan gaan we vanaf hier verder hakken. Want nu weet ik ongeveer de afstand van die moet. En dit fakkeltje moet echt weg. Net zoals dat fakkeltje. En dat fakkeltje. En ik weet, het is nu best wel donker. Maar laten we gewoon hopen dat er niks spant. Want er mag pas iets spannen als die 20... diep is. En dat duurt nog wel eventjes. Voordat hij zo diep is. En ik wil ondertussen niet zo graag met spinnen gaan vechten. Dat lijkt me niet zo leuk. Als ik ze hoor, zal ik er wel mee moeten vechten. Dus alsjeblieft jongens, niet gaan spannen. Anders ben ik niet zo blij met jullie. Oké. Weghakken dit. Oh, cool. Mooi. Oh nee, we zullen waarschijnlijk geen diamonds tegenkomen. Omdat we tot 25 gaan. En daar zijn geen diamonds. Als we tot 12 gingen, hadden we waarschijnlijk wel diamonds gevonden. Maar we
gaan nu maar tot 25. Dus die diamonds vinden we waarschijnlijk niet. Nou, we gaan gewoon verder. En waarschijnlijk was dit niet echt de fantastischste, de beste aflevering. Omdat ik eigenlijk meer niks anders heb gedaan dan een beetje uitleggen wat ik ging doen. En ja, een beetje steen weghakken. Dat zal ik waarschijnlijk ook in de komende, weet ik veel, 2-1 aflevering doen. Totdat 20 blokken naar beneden zijn gegaan. En ik hak dit laatste leveltje nog even weg. En dan vind ik het alweer mooi geweest voor vandaag, want we zitten op de tijd. En ik wil niet dat dit een veel te lange aflevering wordt. Dus ja. Oké, nou. We gaan heel wat pickaxes gebruiken, denk ik wel. Maar we gaan ook heel wat oors vinden. Dus ja. Alle positieve kanten hebben een negatieve kant. En daarmee, met dat hele interessante wijsje. En die spider die spant. Ga ik tegen jullie zeggen, kijk eens, doe een duimpje omhoog. Help je mij met helpskanaal mee. En abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zeg ik, doei!